Omwonenden van de Gorlammersteeg en de Dwarskornbrugsteeg waanden zich woensdag en donderdag ineens op de Wallen in Amsterdam. De twee stegen in de Leidse binnenstad werden omgetoverd voor de filmset van het boek Bestseller Boy. In het Red Light District zelf ging het niet lukken om te filmen. Het is ontzettend moeilijk om op de Wallen in Amsterdam te draaien. De mensen die daar werken vinden dat niet heel leuk als daar een filmploeg de hele dag voor hun deur staat. Dus hebben we een stukje Red Light District nagebouwd hier in Leiden. En waar we controle over hebben, waar onze acteurs en figuranten precies kunnen doen wat wij belangrijk vinden voor het verhaal. Voordat de filmset ook maar een beetje op Amsterdam ging lijken, moest er eerst een hoop gebeuren in de stegen. Ja, want deze steeg, mensen in Leiden kennen hem misschien, is gewoon een willekeurige steeg. Dus we hebben van heel veel ramen gemaakt waar dames achter zitten. We hebben een soort erker gebouwd waar dames in zitten. En we hebben achter in de steeg een 8 meter hoog schildering gemaakt van een dame. En dat is de ingang van wat in ons verhaal het sekstheater is. Dus heel veel scènes gaan erover dat mensen hier aankomen, daarin gaan en vervolgens in een hele andere set in Amsterdam binnenkomen. Dus hier draaien we de buitenscènes, maar de binnenscènes hebben we heel ergens anders gedraaid. Shaheen Elhamous speelt de hoofdrol in de serie. Het boek Bestseller Boy is geschreven door Mano Bouzamour en gaat over Mohamed Zebi. Een jongen van de straat die één droom heeft, de literaire wereld bestormen. Het is een serie die gaat over een jonge Marokkaanse schrijver die onverwachts een enorm succes heeft met zijn eerste boek. En erachter komt dat succes met een boek niet succes in het leven betekent. En eigenlijk op zoek gaat naar hoe hij die twee dingen in de balans weet te brengen. De filmopnames duurden tot donderdagavond 11 uur. Daarna werd alles weer afgebouwd en waren de stegen weer als vanouds. Verwacht wordt dat in het najaar van 2020 de serie af is en wordt uitgezonden.